Wow, oké. Welkom dames en heren bij een gloednieuwe aflevering van No Limits 2. Wanneer je appelmoes met cola gaat mixen, weet je één ding heel erg zeker. Het zal vast niet te vreemd zijn. We gaan vandaag achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Dus we gaan geen appelmoes met cola mixen vandaag. We gaan achtbanen doen die mensen opsturen via de e-mail. En de allereerste komt van Teun. En Teun zegt het volgende. Hallo Vincent, hallo Teun. Ik heb een kleine arm she-coaster gemaakt. Hij is ongeveer 20 meter hoog en bijna een halve kilometer lang. Het raden van de snelheid is natuurlijk weer aan jou. Met vriendengroetjes van Teun13. 20 meter hoog. Dat wordt inderdaad een wat kleinere RMC coaster. Maar dat maakt niet uit. RMC coasters zijn gewoon heel vet om te doen. Ik zal dit even onder mijn facecam zetten. Dat jullie kunnen zien hoe snel deze achtbaan gaat. We gaan in ieder geval met 12 km per uur naar die 20 meter hoge optakeling. En dan gaan we eens even kijken wat hij ervan heeft gemaakt. De vorige keer had ik deze achtbaan willen doen. Maar toen was er eigenlijk een leeg bestand. Ik had de map geopend en hij deed die. Dus hij heeft hem nog een keer opgestuurd. Verrassend dat hij nog gewoon 63 km per uur haalt. Dat vind ik heel gaaf. Voor maar 20 meter hoog. Een hele compacte, strakke, sterke baan. Dat vind ik echt heel gaaf. Mooie decoratie althans. Hij heeft het hele mooie bomen geplaatst met wat water ook. Hij ziet er gewoon heel erg verzorgd en mooi uit. Vet gedaan, Teun. En ik weet dat Teun altijd hele leuke, mooie, soepele baantjes maakt. Dus ik was ook eigenlijk helemaal niet bang dat het zou floppen of zo. Nou wil ik zeggen dat heel veel achtbanen niet floppen, maar sommigen kunnen gewoon wat tips gebruiken. Maar bij deze heb ik zoiets van, ja, wat kan ik hierover zeggen? Het was gewoon een heel leuk goed baantje. Bedankt Teun, je krijgt van mij gewoon de dikke 5, ja, we doen gewoon 5 tonnetjes, klaar. Het is gewoon een lekker baantje. We gaan door met de allerlaatste mail. Spannend. Beste Vincent, het is weer een tijdje geleden dat ik achtbanen heb opgestuurd. Dus hier ben ik weer met een paar achtbanen. Deze mail komt trouwens van Alex. Een deel van de banen had ik al lang klaar, maar ik was eigenlijk te lui om ze op te sturen, dus hier heb je ze gewoon allemaal. Ze hebben allemaal ongeveer hetzelfde qua thema natuur, maar ik heb geprobeerd om te variëren. Ik heb meer tijd besteed aan de omgeving dan aan de achtbanen zelf. Nou, dan zal ik daar in ieder geval ook op letten. De eerste achtbaan heet Torp. Het is een Intamin Lounge Coaster van een kilometer lang en 17 meter hoog, nog lager dan die vorige RMC Coaster. In versies 3 stuks en een hoogte of iets wat de snelheid bedoel ik, die mag ik weer gaan raden. Nou ben ik dat volgens mij ook bij de vorige vergeten, dus ik heb wat in te halen. Ik ben vergeten om de snelheid te raden. Nou, dit is dus Torp. En we gaan eens even lekker dit trappetje beklimmen om dus naar de achtbaan te gaan. Hier staat hij als het goed is klaar en we kunnen instappen. Juist, oké. Okay. Snelheid raden, wacht. Oh, dat ging gelijk al naar een lancering. Daarom ook natuurlijk een Intamin Lounge Coaster. Ik denk dat er gewoon standaard een 85 kilometer. Ik denk stiekem nu wel harder, maar ik gok gewoon 85. Daar gaan we. En wat voor snelheid zal die halen? 100 kilometer per uur. Zelfs nog sneller, 105. Prachtig. Leuk gedaan met die bossen. Heel erg veel aandacht besteed inderdaad. Het is echt een heel mooi groot vol bosgebied met diverse plantjes. Terreintextures heb je toegepast. Het ziet er heel vet uit. Ik hou hiervan van zulke afgewerkte projecten. Want heel veel mensen denken van het gaat om de baan. Maar het gaat natuurlijk om het totale project. En dan vind ik eigenlijk natuur een heel belangrijk. Of in ieder geval omgeving is gewoon heel belangrijk voor zo'n baan. Om dat gewoon zo mooi mogelijk te maken. En dat telt gewoon mee. Aankleding duurt soms inderdaad langer dan de achtbaan ontwerpen. Niet altijd, maar vaak wel. Omdat je echt gewoon plantje voor plantje moet plaatsen. En dat is gewoon, dat kost gewoon heel veel werk. Je moet gewoon altijd heel kritisch zijn. En als ik hier naartoe kijk, is het gewoon fantastisch. Prachtig. Gewoon ook gewoon dik 5 tonnetjes. Zeker weten waard. We gaan door met zijn volgende achtbaan. Blue Whale is een Intamin Giga Coaster van 2490 meter lang. Een hoogte van 152 meter. Dat is wel echt een heel groot verschil. En de snelheid mag ik gaan raden. Maar met zo'n hoogte en zo'n lengte en een Giga achtbaan verwacht ik eigenlijk wel een snelheid van misschien 135 km per uur. We gaan het zelf ervaren. Laten we instappen. Hij heeft er zelfs een klein parkje van gemaakt met een vrije valtoren. Prachtig ook hoe je dat zonlicht tussen die bomen ziet. Ik vind het echt, nou, hij zegt dat hij aandacht heeft besteed aan de omgeving. Dat is zeker weten waar. En ik denk dat dit dan ook de wagen is langs al die prachtige bomen. Het ziet er echt fantastisch uit. Je hebt goed je best gedaan. En dit belooft volgens mij een hele
wilde rit te worden. Zo, daar zit ik dan in deze giga-achtbaan. Ik zit comfortabel. Ik denk dat dat ook wel moet bij deze achtbaan. We gaan 152 meter de lucht in. Dat gaat toch super hard worden. Kijk ook hoe snel we worden opgetakeld met 25 km per uur. Dat moet gewoon met een razend tempo als een eerste klas snelheidsduivel gewoon naar beneden stortend. Gewoon niet normaal. Ik ben benieuwd of die ook nog onder de grond gaat. Want ik denk de snelheid, hoe hard zullen we gaan? Oké. 145, denk ik. We gaan het vanzelf zien. En, oh jee, ik denk dat we harder gaan. Ja, we gaan veel harder. 190 km per uur, dames en heren. Zitten mijn tanden nog in mijn mond? Want, oh mijn god, zitten die bladeren nog aan de bomen? Dit is niet normaal. Ik weet niet of jullie me nog horen door de herrie van deze achtbaan, maar het is echt super vet. Zo'n snelheidsduivel als dit hebben we lang niet gehad in de serie. Ongelooflijk. Jeetje. Nou, dit gaat wel heel hard. Maar voor mij mag het. Ik bedoel, het gaat nog goed qua G-kracht en alles. Nou ja, het gaat wel echt bijna richting de 5G. Dus het is wel echt het maximale wat je uit deze achtbaan kan halen. Dit type achtbaan. Ongelooflijk. Hier moet hij zelfs remmen. Hij moet remmen daarin. En dan denk ik ook dat we langzaam... Nou ja, langzaam niet. Maar we komen snel bij het einde. Nog een paar van die hele mooie vloeiende grote bochten. En dan hier een lang stuk voor de remmen. Dat moet ook wel. Want ongelooflijk, wat is dit voor een achtbaan. De Blue Whale. Dit is gewoon dikke 5 sterren. Alsjeblieft, 5 dikke tonnetjes. Sterren, tonnetjes, hoe je het wil noemen. Dit was vet. Bedankt. We gaan door met de volgende achtbaan. De volgende is een Intamin Launch Coaster van 960 meter lang en 34 meter hoog. En de snelheid mag ik natuurlijk weer gaan raden. Er staan zoveel bomen dat het echt voelt als een bos. En daar staat de achtbaan. En wat een leuk ding. En ik heb zelfs een kleine FPS erop. En we moeten natuurlijk de snelheid gaan raden. Oh, kijk ook al die grassprietjes. En dat zorgt natuurlijk wel een beetje voor de FPS erop. Maar het ziet er heel mooi uit. En dat is wel een ding wat het zeker waard is. Daar scheurt het karretje in die bocht. Hij heeft niet een hele, nou ongeveer een kilometer lang. Dus op zich gaat dat wel. Maar qua snelheid, ja, het is een gelanceerde achtbaan. Dat weet je het nooit natuurlijk. En we worden al gelanceerd als we naar boven gaan. De beugels gaan dicht en dan gaan we het ervaren in de shock-achtbaan. Maar is het ook een shocking speed? Nou, we gaan heel langzaam naar boven. Het voelt eigenlijk bijna als een optakeling. We gaan wel steeds harder en worden inderdaad gelanceerd. Met ongeveer 30 kilometer maximaal. En hoe? Oh jee. Ik denk 80. Ja, we gaan het zien. En wel, oh, ik ben helemaal, nou 90, het valt nog best mee. Ik dacht, ik ga er weer net zo ver vandaan zitten als die giga-achtbaan. Maar dat valt nog reuze mee. Je hebt in ieder geval niet erbij gezet hoeveel inversies erin zitten in deze type, of in deze achtbaan. Wel mooi hoor, dat water met die reflectie. Het is echt ongelooflijk mooi gedaan. Wat een prachtige map. Ik wil dadelijk even uitzoomen om te kijken hoe die oppervlakte eruit ziet. Kijk dan joh. Wauw, we gaan gewoon door de bosjes heen. Maar dat maakt niet uit. Ik vind sowieso, voor mij heeft hij elk grassprietje geplaatst. Of is het gewoon een... Dit is voor mij echt heel veel werk. Als ik het zo zie en wat ik weet uit de ervaring van No Limits, kost dat gewoon heel veel tijd om te doen. Nou, en dan komen we hier bij het einde. Wauw. Ik vond dit ook zeker weer gewoon... Kijk, oh. Zo. Holy moly, dat is misschien de reden dat het een beetje lag geeft door de hoeveelheid bomen die je hebt geplaatst. Maar het is echt fantastisch. Dit krijgt gewoon dikke 5 tonnetjes weer. Gewoon 5 dikke tonnetjes. We gaan door met de laatste achtbaan. Shock Charge is een Intamin Launch Coaster van 1445 meter, een hoogte van 68 meter en de snelheid mag ik raden. Dit waren de 4 banen. Hopelijk vind je ze leuk. Nou ja, ik vind ze zeker leuk. En nu gaan we naar jouw laatste achtbaan. En daar gaan we dan... Oh, snel pauzeren, want we hebben gelijk een launch daar. En wat zal de snelheid zijn van deze wannabe kinderkaas? Zo ziet het er wel naar uit. Ik denk, ik ga het niet onderschatten, maar ik denk een 145 km per uur. Daar gaan we in Storm Charge. 130 km worden gelanceerd. En waarschijnlijk zullen we niet sneller gaan naar beneden, of misschien wel. We gaan het vanzelf zien. Naar beneden met een snelheid van 124 km per uur. Wauw, wat een airtime voelen we hier. En weer prachtig bezaaid met
Bomen, struikjes, gras, plantjes, noem maar op. Het ziet er weer adembenemend uit. Heel vet. Ja, wat kan ik hierover zeggen? Ik denk dat ik gewoon maar gewoon weer... Ja, het is misschien een beetje makkelijk, maar ik geef dit ook gewoon maar 5 tonnetjes dadelijk. Want dit is gewoon een 5 tonnetjes aflevering, sowieso. Dit zijn gewoon allemaal topbanen die we vandaag hebben gedaan. Van RMC tot aan best wel wat launchcoasters. Maar die knallen er gewoon in eigenlijk. Die knallen op je beeldscherm vandaag. Een hele snelle aflevering. Maar we hebben het overleefd en dat is natuurlijk ook heel belangrijk bij 8 banen. Jammer van de boom op het einde, want die gaat echt dwars door de baan heen. Maar dat is gewoon, maakt ook allemaal niet zo uit. Het is echt prachtig gedaan. Goed werk, 5 tonnetjes verdiend, gefeliciteerd. Volgende keer zijn we weer terug met een nieuwe aflevering, nieuwe 8 banen en nieuwe sensatie. Doei doeg!